Ik ben wel benieuwd wat hij gelijk voor veranderingen wil doorvoeren, ja. Zeg maar. Ik neem aan dat hij het ook op de voet heeft gevolgd wat er allemaal speelt. En ik hoop ook dat hij enigszins weet wat er in de jeugd jong Ajax speelt. En ja, wat ik eerder al benoemde, misschien dat hij Gooyer een kans gaat geven op rechtsback. Gaat hij doorbeduren op Linsson, die mij trouwens echt positief verrast in één. Ja, het zal mij benieuwen. Vos op het middenveld.